Nou, dan heb ik hier nog een slaapzak. Dus die kan dan ook wel eens bovenop. En dan slaap ik hier in deze slaapzak. En dan is het al de dekens. Dus ik heb het niet koud. De nachten worden weer kouder en dat betekent dat de Eindhovense nachtopvangcentra voor daklozen volstromen. Straks als het echt koud wordt, dit weekend wordt het al behoorlijk koud, zul je zien dat die aantallen stijgen. En dan is de vraag, heb ik genoeg bedden? De vraag is nu dus of de opvang afdoende is voor de winter. Iedereen heeft immers recht op een plek als het flink gaat vriezen. Toch maakt niet iedere dakloze gebruik van de opvang. De opvang is niks voor mij. Al die drukte, al die verslaafden. Nee, je wordt daar bestolen van, dat weet je niet, dat wil jij niet weten. In Eindhoven zijn er twee soorten opvang. Zo is er de opvang voor daklozen uit de regio. De andere is een aparte tijdelijke opvang voor mensen van buiten, zoals Oost-Europese daklozen. Zij mogen niet aankloppen bij de reguliere opvang en kunnen deze winter hier terecht, in dit gebouw in Meerhoven. Voor de winternoodopvang, denken wij op dit moment, hebben wij genoeg plekken. Maar het kan zijn, als we de aantallen die ik te horen krijg van mijn straatwerkers en van andere partners in de stad, dan maak ik me zorgen of 70, 80 plekken voldoende zijn. Zeker als er extreme kou komt. En dan zullen wij dus heel alert moeten zijn, want als dat gebeurt, dan zullen wij een andere locatie voor winternoodopvang moeten openen. Maar misschien ook al voor basiszorg, hè? Want ik vertel ook dat die onder druk staat. Dus eigenlijk alle twee, de winternood en de basiszorg, staan onder druk, moeten alert zijn. Ik ben niet bezorgd, wij gaan dat fixen. Iedereen krijgt een warme plek. Maar Paul, die blijft vooralsnog lekker op zijn eigen plekje. Heerlijk, vrijheid. Dat is wat jij wil, vrijheid.